daar gaan we! Stem nummer 8, de duiklooping. Drone, kijk uit! Oeh, dat scheelde niks. Geen paniek, Roy. Ik doe alleen wat stunts, want daar ben ik de allerbeste in. En dat is niet het enige. Ik heb er altijd al van gedroomd om te vliegen. Zou je dat echt willen? Ja! Wee! Als je dat al leuk vindt, heb je dit nog niet gedaan. Wow! Wow! Dubbele looping deluxe. Wow! En een driedubbele schroefdraaier. Wow! Zie je? Je dromen kunnen uitkomen. Roy, hoe vind je het vliegen? Heel leuk. Chat, naar de toren. Er ligt een pakketje klaar. Ik moet gaan. Ah! Jimbo! En waar mag ik vandaag heen? Riley wacht op dit pakketje. Hij woont in Hollywood, Californië, in Amerika. Hollywood is een deel van de stad Los Angeles. Er wonen heel veel filmsterren. Dat is ongelooflijk! Ik ga naar Hollywood! Taxi naar de startbaan! Huh. Oh, en als ze in Hollywood een filmscène op gaan nemen, roepen ze action. En als ze klaar zijn, roepen ze cut. Action, cut! Roger! Oh yeah! Alles mag nu aan, want we gaan! Jet? Jet, maak je klaar voor de start! Tijd om te vliegen! Oké, jij bent de acteur en ik de regisseur. Als ik actie zeg, spring jij hoog in de lucht. En actie! Hallo Hollywood! Wat een te gekke plek! Daar is het huis van Riley. Jet, transformeer! Pakketbezorging! Yeah, te gek! Ik ben Jet, altijd op tijd. Hoi Jet. Wow. Ik kan niet wachten om hem open te maken. Kom binnen. Precies wat ik zocht. Een alienmasker. Hij is super chill. Is dat goed? Zeker. Kijk, ik ben een regisseur. De baas van een filmploeg. En deze is perfect voor mijn eerste grote film. Het alienmonster van de planeet Cool. Waar kijk je naar? Ik zie dat jij perfect bent. Nou, niemand is perfect. Ik bedoel dat je een perfecte alien bent. Ik wil jou in mijn film. Echt waar? Yay! Dit is mijn beste vriendin Victoria. Zij speelt ook in de film. Zij verdedigt de aarde. Jet speelt de alien. Leuk je te ontmoeten. We moeten spelen dat we elkaar niet aardig vinden. En dit hier is mijn allerbeste vriend Gerald. Hij is de cameraman. Wat? Je bent perfect. Dat zei ik toch? En nu,
beginnen de opnames van de spannendste, grootste actiefilm ooit gemaakt in een gewone achtertuin. En actie! Ja! Voel je een echte alien? Je wil de aarde vernietigen! Gerald, niet bewegen! Maar de alien komt recht op me af. En opstijgen! Heel mooi. Dat was eng, zeg. Maak de stad kapot! Ja! Sla maar! Stappen! Geef me een bril! Zoiets? Geweldig! De volgende scène wordt een stukje heftiger. Sorry, Riley. Ik weet niet hoe die stunt gaat. Maar die wil ik per se in mijn film. Ken je nog een andere alien? Ik denk dat we de hulp nodig hebben van de Super Wings. Super Wings? De vliegtuigvrienden die me altijd komen helpen als ik ze nodig heb. Toren, hoor je me? Toren voor Jet, wat is er aan de hand? De Super Wings moeten me helpen. Ik werk aan een film met Riley en hij vraagt nog een vliegtuig. Waarvoor? Om een alien te spelen. En zien. Wie zou dit klusje kunnen klaren? Ah! Heeft Jet al hulp nodig? Zeg dan, nou! Jerome, dit vraag je nu al voor de 10e keer. Tja, hij is in Hollywood, dus iemand moet de sterren van de hemel vliegen. En een filmlach hebben. Dat ben ik! Oké, je hebt de rol. Tijd voor actie! Jerome gaat stralen! Waar blijft je Super Wings vriend? De film moet klaar zijn voor het avondeten! Daar is Jerome! Dan komt het allemaal goed! Jerome, transformeer! Ik ben Jerome. En dit is mijn alienmasker. Jij bent super chill. Mooi, dan kan ik nu eindelijk schitteren. Dubbele looping deluxe. Driedubbele kurkentrekker. Fantastisch, Jerome. Nu 2 keer omrollen en een duikvlucht. En vergeet niet te brullen. Geweldig. Jet, Jerome. Verander in vliegtuigen! Jet en Jerome, transformeer! En weer naar robots! Jet en Jerome, transformeer! Vliegtuigen, robots, vliegtuigen! Transformeer, transformeer, transformeer! Pak aan, verschrikkelijke aliens! Kat, je speelt niet echt boos genoeg, Victoria. Maar we kunnen het toch uitpraten? Nee, dat kan niet. Zo heb ik dat niet bedacht. Maar, Riley, ik vind het niet leuk om boos te spelen. Kom op, schreeuwen! Ah! En nu met een beetje meer emotie. Ah! Dat kan harder! Ah! Stop. Stop? Hoe bedoel je stop? Luister, Riley. Je film is zo gewelddadig. En als je dat niet verandert, dan stop ik ermee. Stoppen? Maar Victoria... We zijn toch vrienden? Dat weet ik niet zo zeker, want mijn vrienden zijn aardig. Wil je echt zo doorgaan? Dan raak je je beste vriendin kwijt. Het spijt me heel erg. Jullie hebben gelijk. Ik ben veranderd in een echt monster. Maar van nu af aan zal er niet meer worden gevochten in mijn films. Yay! Missie van Planeet Cool. En actie!
Het is tijd dat de strijd tussen mensen en aliens stopt. Want als we vechten, gaat het universum kapot. Dat klopt. We hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Jullie hebben dan wel een groot hoofd, maar van binnen zijn we allemaal gelijk. Dan bezegelen we deze vredesmissie met de beroemde vingerbox tussen mens en alien. En close-up. En cut. Dat staat erop, jongens! Ja! Yeah! Dankzij de Super Wings hebben we nu een echte kaskraker. Ja, en het was heel leuk. Maar nu moeten we terug. Er wachten mensenkinderen op ons. Klaar om te gaan? Dag! Super Wings, wij bezorgen! Doedelzakgedoe! Ik kan niet wachten om erin te gaan. Hoi, Mira. Sorry, ik heb geen tijd. Ik ga naar de wasstraat. Maar je bent niet vies. Wie zegt dat je vies moet zijn? Tot later. Oeh. Oeh. Vind je het leuk, Mira? La, 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 la. Dat is een ja. Chat, naar de toren. Er ligt een pakketje klaar. Ik moet gaan. Ik ben klaar voor vertrek, Jimbo. Mooi, want hier heb ik een pakketje dat je mag gaan bezorgen aan Callum in Schotland. Schotland is een land dat hoort bij het Verenigd Koninkrijk. Sommige mensen dragen daar geruite rokken. Die noem je kilts. De jongens ook? Yep, dat hoort bij hun traditie. Cool! Dus, op naar de startbaan, Chad. Oh, trouwens, mensen in Schotland zeggen daar geen ja, maar ai. Begrepen? Ai, Roger. Oh, yeah! Alles mag nu aan, want we gaan! Jet! Jet, maak je klaar voor de start! Tijd om te vliegen! Groen, zeg. Hoi, schapen. Aha. Daar is het huis van Callum. Chad, transformeer. Pakketbezorging. Te gek. Ik ben Jet. Altijd op tijd. Bedankt, Jet. Mijn doedelzak. Wat is een doedelzak? Dat is een muziekinstrument. Als je erin blaast, maakt het geluid. Ik ga erop spelen, zodat ik Nessie kan zien. Wie is Nessie? Een lief monster dat volgens sommigen in het meer woont. En ze zeggen ook dat ze van doedelzakmuziek houdt. Echt waar? Yep. Maar wat als de muziek niet helpt? Komt goed, want dit hier is een hele speciale doedelzak. Deze kan muziek maken en hij kan bellen blazen. Oh. Wie houdt er nou niet van zeebellen? Dat klopt. Wauw, Jet, kom kijken of Nessie zich laat zien. Hé, wacht.
geen Nessie. Weet je, het meer van Loch Ness is best groot. Ik vlieg eroverheen om haar te vinden. Ik zag daar wat. Blijf spelen. Meer bellen blazen. Oh. Ah. Wow. Heb je dat gezien, Jet? Ai. Speel snel verder. Absoluut. Want als ik nu een hele grote bel blaas, komt Nessie vast boven om te kijken. Laat maar eens zien. Een reuzenbel. Nu is hij nog reusachtiger. Huh? Wow, help. Mijn doedelzak. Ik haal hem voor je terug. Graag, Jet. Kom terug, jij. Heb het. Daar gaat hij. Oh nee. Sorry, Callum. Ik kan helaas niet onder water. Maar wat moeten we nu dan doen? We hebben de hulp nodig van de Super Wings. De Super Wings? Ja. Mijn vliegtuigvrienden die me altijd komen helpen als ik ze nodig heb. Toren, hoor je me? Toren voor Jet, wat is er aan de hand? De Super Wings moeten me helpen. Callum's doedelzak ligt op de bodem van het meer van Loch Ness. En ik kan hem niet pakken. Roger, een zien. Wie zou dit klusje kunnen klaren? Ik weet het al. Mira, het duikvliegtuig. Tijd om uit te vliegen. Jet heeft hulp nodig. Hij is in Schotland en heeft jouw hulp nodig om een doedelzak in een meer te vinden. Dus dan mag ik gaan zwemmen? Te gek! We krijgen hulp. Ja toch, Jet? Nog even geduld. Oh, daar is ze al. Dan komt het allemaal goed. Mira, transformeer. Had er iemand gevraagd om een onderwatergenie? Ai! Ai! Callum's doedelzak ligt ergens daar beneden. Als er een probleem is, duik ik erop af. Zag je hoe ze erin dook? Een vliegtuig dat onder water kan vliegen. Te gek, zeg! Diepe wateren, daar hou ik van. Hier ligt geen doedelzak. Hier ook niet. Wat is dat? Doedelzak, gevonden! Jet, ik heb de doedelzak. Super, kom maar terug. Bijna onderweg. Jet, code vier, code vier. Mira heeft een probleem. Ze zit vast in het wier. Het komt wel goed, maar ik moet er even helpen. Hoe? Ah, met het anker. Mira, ik laat een anker in het water zakken. Pak hem, dan trek ik je los. Oké. Trek maar. Roger. Ik zit nog vast, Jet. Kun je harder trekken? Straalmotoren!
Ik ga afstappen. Bedankt, Nessie. Zou je doedelzakken nog doen? Ik probeer het. Hij doet het! Yay! Bedankt dat jullie hem terug hebben gevonden, Jet en Mira. En dat ik Nessie eindelijk heb gezien. Nee, jij bedankt voor het geweldige onderwateravontuur, Callum. Klaar om te gaan? Dag! Super Wings! Wij bezorgen! Race tegen de klok! Rood licht! Ja. Groen licht! Rood licht! Groen licht! Ja! Rood licht! Chat, naar de toren. Er ligt een pakketje klaar. Ik moet er vandoor, jongens. Groen licht! Huh? Jimbo! Wat heb je vandaag voor me in petto? Een pakketje voor een meisje genaamd Lorna. Ze woont in Kenia. Dat is een land in Afrika. Kenia heeft hele grote steden, maar ook gebieden met uitgestrekte natuur en wilde dieren, zoals giraffen, olifanten en nijlpaarden. Ik kan niet wachten om die te zien. Ik ben klaar voor vertrek. Niet zo snel, Jet. Weet je al hoe je hallo moet zeggen in Kenia? Hallo? Daar zeg je jumbo. Jumbo, Jimbo. Oh yeah. Alles mag nu aan, want we gaan, Jet. Jet, maak je klaar voor de start. Tijd om te vliegen. Op naar Kenia. Aan het opwarmen voor de wedstrijd? Wat ben ik toch trots op mijn hardloopstertje. Bedankt, mam. Maar ik kan pas naar de wedstrijd als mijn pakketje bezorgd is. Wauw, wat groeit hier veel gras en bomen. Aha, dat moet het huis van Lorna zijn. Jet, transformeer! Pakketbezorging! Joepie! Ik ben Jet. Altijd op tijd. Lorna, hier is je pakketje. Super! En wat zit erin? Mijn sneakers! Kijk, Jet. Ze veranderen van kleur. Als ik stilsta, zijn ze blauw. Als ik rustig ren, worden ze roze. En als ik heel erg hard ren, worden ze rood. Mijn lievelingskleur! Ik kan niet wachten tot je sneakers rood worden! En ik kan niet wachten om ze aan te doen bij de wedstrijd. Als ik win, mag ik meedoen aan de grote wedstrijd. Met hardlopers uit heel Afrika. Ik hou van wedstrijdjes. Mag ik komen kijken? Oké, als je me bij kunt houden. Woehoe, kom op, Lorna! Je kunt het, schat! Ja, kom maar!
klaar voor de start? Ja! Joehoe! Ja, dat is mijn dochter! Kijk het dan! Rennen, Lorna! Je bent het! Hup, Lorna! Dat ziet er supergoed uit! Ik weet niet of het door jou komt of door je sneakers, maar je bent supersnel. Dat doe ik helemaal zelf. En nu ga ik zo hard rennen dat mijn sneakers rood worden. Lorna, kijk uit! Wauw, deze dieren hebben echt heel erg haast. Wat zijn het? Dat zijn genoes. Die vind je overal in Kenia. Kijk daar, die kleine babygenoe is verdwaald. Volgens mij heeft ze hulp nodig. Maar de hardloopwedstrijd dan? Als je verliest, mag je niet meedoen aan de grote wedstrijd. Dat weet ik, Jet. Maar ik moet haar helpen haar vader en moeder te vinden. Ze mist ze vast heel erg. Ik zorg er wel voor dat de kudde terugkomt. Jumbo! Hallo! Kunnen jullie heel eventjes stoppen, alsjeblieft? Sorry, meneer! Hey, voorzichtig! Die genoes zijn helemaal losgeslagen! Wat moeten we nu doen? We hebben de hulp nodig van de Super Wings. De Super Wings? Mijn vliegtuigvrienden die me altijd komen helpen als ik ze nodig heb. Toren, hoor je me? Toren voor Jet, wat is er aan de hand? We hebben een verdwaalde baby genoeg gevonden en nu zoeken we haar vader en moeder. Dan moeten we opschieten. Even denken, wie kan dit klusje klaren? Bello, de fantastische dierenverzorger. Tijd om te vliegen. Jet heeft hulp nodig. Kan jij met genoes praten? Ik kan met alle dieren praten. Ik kan blaffen, grommen, knorren en kwaken. Weet je zeker dat iemand ons komt helpen? Ze ziet er zo verdrietig uit. We vinden je ouders wel, baby genoeg. Daar is Bello. Dan komt het allemaal goed. Bello, transformeer! Zijn er dieren in nood? Ik kom ze redden. Oh, gelukkig maar. Deze arme baby genoeg is verdwaald. Ik heb haar kudde gevraagd om terug te komen, maar ze begrepen er niks van. Ik snap het al. Dierenredder onderweg! Daar zijn ze! En halt! We gaan een spelletje doen. Het spelletje heet rood licht, groen licht. Als ik het groene licht omhoog hou, ren je rechtdoor. Maar bij het rode licht moet je stoppen. Daar gaan we. Groen licht. Rood licht. Ja, het lukt! Daar is Bello! Denk je dat hij de kudde bij zich heeft? Groen licht! Yeah! Kijk! Daar komen ze! Rood licht!
gedaan allemaal. Bello, vraagt de baby Gnoe of ze haar vader en moeder ziet. Oké. Hoera! We hebben ze gevonden, Bello. Ze zegt coole sneakers. Was je niet een wedstrijd aan het winnen? De wedstrijd. Tijd voor mijn Lorna-motoren. Wauw! Lorna-motoren zijn super snel. Dat zijn de hardlopers van de wedstrijd. Gefeliciteerd, Lorna. Goed gedaan. Ha, mijn hardloopstertje. Ik ben zo trots op jou. Heb je de wedstrijd toch nog gewonnen, Lorna? Ik dacht dat ik het nooit zou halen. Maar het is me wel gelukt. Dankzij jullie had ik de mooiste dag van mijn leven. Dus, dank je wel. Graag gedaan, Lorna. Tot ziens allemaal. Tot ziens. Super Wings! Wij bezorgen!